Hij kwam in 2008 als de beste defensieve middenvelder van de Deense competitie. Hij moest de grote leider, de aanjager worden op het middenveld bij Groningen. Het liep allemaal anders. Femi heeft nooit aan de hoge verwachtingen kunnen voldoen. It's been, a lot of ups and downs. I think the first 2 years was really good. Maybe not the best, but I think it was good because then I had some interest. But I said to myself, I still want to play a little before I move. But unfortunately, the worst happened when they changed the trainer and everything, you know, go the other way around. But everything can happen in football. Hij was de duurste aankoop en eigenlijk ook de duurste miskoop in de geschiedenis van de club. Hij wandelt waarschijnlijk gratis en voor niets de Euroborg uit. Je kunt heel simpel concluderen dat die investering zich niet geloond heeft. Hij heeft speltechnisch gewoon niet gebracht wat wij van hem verwacht hebben. En wij hadden ook misschien nog wel de hoop dat hij ooit nog een keer doorverkocht zou worden. Ook dat is niet gelukt. Zijn carrière had heel anders kunnen lopen. In 2008 wilde niet alleen Groningen Femi, maar ook de Duitse topclub Borussia Dortmund. I don't regret the decision. Whatever I do in life, I don't regret. I see it as if maybe if I'm in Dortmund, it would have been something else also. It could have been something good or something bad. So I don't regret it. Hij mag nog weg van Groningen, maar dat wil hij zelf niet. Na dit seizoen hoopt hij op een club in Duitsland. Tot die tijd wil hij goed afscheid nemen van de supporters. I hope if I get some chance to play this period, try to give my best to them to put some smiles in their faces. So that's a way to give back.